Welkom bij deze meditatie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over kwartels en manna aan de hand van Exodus 16, vers 1 tot en met 18. Ik wil dit gedeelte eerst met jullie lezen. Exodus 16, vers 1 tot en met 18. Zij braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Dat was op de 15e dag van de 2e maand nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken. En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. De Israëlieten zeiden tegen hen: "Och, waren wij maar door de hand van de Heere gestorven in het land Egypte, toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven." Toen zei de Heere tegen Mozes: "Zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet erop uitgaan en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat ik het op de proef kan stellen of het naar mijn wet wandelt of niet. En op de 6e dag moet het zo zijn dat zij bereiden wat zij binnenbrengen, en dat zal het dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen." Toen zeiden Mozes en Aaron tegen al de Israëlieten: "Vanavond nog zult u weten dat de Heere u uit het land Egypte geleid heeft. En morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heere zien, want hij heeft uw gemor tegen de Heere gehoord. Want wie zijn wij dat u tegen ons mort?" Verder zei Mozes: "Als de Heere u in de avond vlees te eten geeft en in de ochtend brood tot verzadiging toe, dan is dat omdat de Heere het gemor heeft gehoord waarmee u tegen hem mort. Want wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de Heere." Daarna zei Mozes tegen Aaron: "Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: kom naar voren, voor het aangezicht van de Heere, want hij heeft uw gemor gehoord." Terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerden, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de Heere in de wolk verscheen. En de Heere sprak tot Mozes: "Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg: tegen het vallen van de avond zult u vlees eten en in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat ik de Heere uw God ben." En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen, die het kamp overdekten, en in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs, fijn als de rijp op de aarde. Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden zij tegen elkaar: "Wat is dat?" Want zij wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen: "Dit is het brood dat de Heere u te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Ieder moet ervan verzamelen naar wat hij eten kan, een gomer per hoofd, naar het aantal van uw personen. Ieder moet het nemen voor hen die in zijn tent zijn." En zo deden de Israëlieten. Zij verzamelden de een veel, de ander weinig. Zij maten het met de gomer. Wie veel had verzameld, had niets over. En hem die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had zoveel verzameld, dat hij eten kon. Tot zover de schriftlezing. De Heere heeft zijn volk de woestijn ingestuurd. Vanuit Egypte, waar het volk leefde in slavernij, leidde hij hen naar Kanaan, het beloofde land. Maar de reis was lang en zwaar en ging door onherbergzaam gebied. Na een maand reizen was alle proviant die het volk vanuit Egypte had meegenomen op
en realiseerde het volk zich dat er op de plek in de woestijn waar ze waren geen eten te vinden was. Menselijkerwijs was er geen zicht op redding. Het volk gaat meteen van het ergste uit, dat ze daar in de woestijn met z'n allen zullen sterven. De mensen wensten dat ze nooit uit Egypte waren vertrokken, want daar hadden ze tenminste te eten. In alle paniek zijn ze vergeten hoe slecht ze het daar hadden. Toch had het volk alle reden om wel op de Heere te vertrouwen. Hij had hen al grote tekenen laten zien. Eerst had hij hen uit Egypte laten wegtrekken. Toen het leger van de farao vervolgens achter hen aankwam, maakte hij een doorgang voor het volk door de Schelfzee, waarna het leger verdronk toen de Heere achter het volk de doorgang weer sloot. Toch is het vertrouwen op de Heere hier ver te zoeken. Het volk denkt zelfs dat de Heere hen uit Egypte heeft gehaald om in de woestijn om te komen van de honger. Ze hadden even geen oog meer voor het verbond dat hij met Abraham sloot. Hier echoot Genesis 18 vers 14, waar de Heere aan Abraham vraagt: zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Onze God wordt niet beperkt door wat wij als mensen mogelijk achten. Hij is almachtig en kan ook uitkomst geven als wij mensen daar geen mogelijkheden meer voor zien. Ook in deze geschiedenis laat hij zijn grootheid zien. Vanaf dat moment zorgt hij ervoor dat er eten uit de lucht komt vallen op een plek waar normaal geen eten is. Dag in dag uit is dit voedsel een getuige van hoe God voor ons zorgt. Ze hadden elke dag precies genoeg, maar de dag voor de Sabbat hadden ze twee keer zoveel, zodat ze op de Sabbat het voedsel niet hoefden te verzamelen. Ook nu mogen we erop vertrouwen dat de Heere voor ons zorgt. Ook als het leven moeilijk is en ook als het menselijke wijs uitzichtloos is. De Heere is niet afhankelijk van wat wij voor mogelijk houden. Hij zal er zijn voor ons. Altijd. Tot zover deze meditatie. De Heere zegene jullie.